Verschillende Caribische landen hebben zich gebundeld in een coalitie om succesvoller te zijn op het gebied van seksuele reproductieve gezondheidszorg. De coalitie heet Coalition on Sexual and Reproductive Health and Rights. Aan het hoofd staat Donna Martinez, directeur van de Family Planning Association van Trinidad en Tobago. Suriname maakt ook deel uit van deze coalitie en wordt vertegenwoordigd door Stichting Lobby. Er is afgelopen week een tweedaagse workshop gehouden op Sint Lucia, waaraan zowel journalisten als de directeuren van Family Planning Instituten deelnamen. De coalitie wil via de media de gemeenschap beter en sneller informeren over onderwerpen aangaande seks en seksualiteit. In het Caribisch gebied zijn veel vrouwen en kinderen het slachtoffer van seksueel geweld. Ook staat het Caribisch gebied nog niet helemaal open tegenover de LGBT-gemeenschap. Verder wil de coalitie abortus legaal maken, omdat duizenden jonge meisjes en vrouwen zwanger raken als gevolg van verkrachtingen. De coalitie is van mening dat de vrouw de keus moet hebben om abortus te plegen, zonder dat ze slachtoffer wordt van stigma en discriminatie. Ruim 13 landen maken deel uit van de coalitie.